Maar jij opent? Jij opent de avond? Ja. Ja, ik dacht, ik kwam iets tegen deze week. Ik was, heel kort geleden was ik bij een bijeenkomst, een soort lezing van iemand die ging vertellen over de Flat Earth. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat kent of iemand dat hier kent. Ik ken het. Maar je hebt een beweging, dat zijn Flat Earthers. En die zeggen, joh, de aarde die is niet rond, maar die is plat. Dat is een platte schijf. Mm-hmm. Je ziet hier een foto van hun kaart. En dan zit de Noordpool in het midden en Antarctica eromheen. Ja. En wat daar omheen is, is dan, nou ja, dat is een vraag. Maar de aarde is in ieder geval niet rond. En ik was dus op zo'n lezing en ik wist niet wat ik hoorde. Vooral ook omdat degenen die daar dan over praten ook daar absoluut niet aan twijfelen dat het een platte schijf is. Maar wat is nou zo opvallend? Die beweging, je denkt dat is heel Amerikaans, maar die beweging die neemt toe. Wereldwijd, ook in Nederland. En een heel klein beetje beeldmateriaal dat je even een beetje meer gevoel krijgt over waar het, hoe ze het aanpakken, over gaat. Mm-hmm. 200 proofs Earth is not a spinning ball. 1. The horizon always appears perfectly flat 360 degrees around the observer, regardless of altitude. 2. The horizon always rises to the eye level of the observer as altitude is gained, so you never have to look down to see it. If Earth were in fact a globe, no matter how large, as you ascended, the horizon would stay fixed and the observer would have to tilt looking down further and further to see it. 3. The natural physics of water is to find and maintain its level. If Earth were a giant sphere tilted, wobbling, and hurtling through infinite space, then truly flat, consistently level surfaces would not exist here. Nou, dat is natuurlijk een waterdichte argumentatie die we hier zien. Nee, maar je hebt dus, wat je ziet is dat, dit is een YouTube-filmpje. Mm-hmm. En er is, deze week stond er in The Guardian dat er onderzoek is gedaan naar waarom het zo enorm exponentieel toeneemt, of de mensen die hierin geloven. En dat komt door, het is misschien een open deur, maar door YouTube. Want wat is het nou zo? Op YouTube staan heel veel filmpjes. Dit is er maar één en met een beetje een saaie stem. Maar heel veel filmpjes over de platte aarde. En het algoritme van YouTube werkt zo dat als je iets kijkt, dan is YouTube wil dat je zo lang mogelijk op die website blijft, want daar verdienen ze centen mee. Krijg je een nieuw filmpje voorgeschoteld wat daarop lijkt. En YouTube maakt geen morele of inhoudelijke keuzes. Die denkt, ik schuif je gewoon weer wat voor. Waardoor je in een soort sinkhole terechtkomt. En bijna iedereen die hierin gelooft, heeft dat dus van YouTube. En ik dacht, nou, in ieder geval heel erg boeiend hoe dus een platform waar eerst alleen maar kattenfilmpjes op stonden, nu gewoon, ja, dat we het hier over vrijheid van meningsuiting gaan hebben. Want YouTube heeft gezegd, we gaan ons algoritme aanpakken. Maar ja, hoe maak je dan in godsnaam keuzes over wat wel en niet online mag blijven staan? En ik denk, dit is toch weer deel van een soort tijdperk waar we nu in zitten. Waarbij, ja, dus het is flauwekul, geval, hè? Even just checking. Ja. Oké, aan tafel.